Eigenlijk ben ik Roger Varieté, dat is de presentator van de grote show. Maar in het eerste deel warmen wij de studio op. Als Roger na zegt, kende jij de grap van de twee open in dat bad? Wat zeg je dan? Ja. Ik hier doe hier een ja zeggen. Dat is nou juist wat we niet willen hebben. Hè? Het is een televisiestudio waar we de mensen op hun gemak brengen. We warmen die op. Nadien is er een kostuumwissel. En dan komt Roger van de trap. Hier is Roger Varieté. En dan speel ik de grote presentator. En ik heb daar een collega-assistent, applausmeester. Beetje simpel van simpele ziel, maar die doet alles wat ik zeg om mij wat te helpen. Want alleen is zo'n showrunner totaal onmogelijk natuurlijk. Café Marché is het prettig gestoorde orkest van gemeenschapscentrum De Markten. Vorig jaar winnaar van de Roger van de Voordeprijs voor beste Brusselse amateurkunstproject. Daarom mogen ze dit jaar het seizoen van cinema afsluiten. Toen Café Marché de prijs wegkaapte, heeft men gedacht we moeten voor dat slotspectakel in de cinema een nieuwe show maken. En gaandeweg, ook muzikaal, is men beginnen spelen met tv-tunes. Hè. Kapitein Zeppos, Black Beauty, en dat was orkestraal zeer mooi. En zo is het hele idee ontstaan. Oh, zingt en danst en doet mee. En wint een weekend aan zee. Het moet niet altijd kloppen. Een fanfare moet niet altijd achter elkaar op straat lopen. We hebben straatshows gehad. Café Marché speelt op festivals, speelt in kleine cafés soms, maar heeft ook een punkrepertoire. Vorige keer hebben ze een trouwfeest begeleid. Dus ze zoeken altijd de grenzen op van het muzikale en het theatrale. En dit past perfect in het plaatje. Op 7 juli kan je de grote Roger Varieté Show ook eens in open lucht gaan bekijken op het festival Plazet in het Elisabethpark in Koekelberg. Marie-Belze.